8 uur vanmorgen werd Heerlen opgeschrikt door een enorme knal in de wijde omtrek te horen. Door een gasexplosie werd een volledige etage aan de Van Weerde Poelmanstraat weggevaagd. En wonder boven wonder viel het er slechts 3 gewonden. 1 persoon raakte zwaar gewond, is inmiddels behandeld in het ziekenhuis en kan zelfs morgen al naar huis. En niemand is overleden, wat op zich, als je de beelden ziet, toch nog verbazingwekkend is. Een hele etage weggeblazen en puin en troep tot in de wijde omtrek daar bij een ontploffing in de Van Weerde Poelmanstraat in Heerlen vanmorgen. We zien in beeld fotograaf Marcel van Hoorn van het ANP tegen wil aan dank een van de eerste ter plaatse. Wat zeg ik? De eerste ter plaatse. Want je was er gewoon bij toen die explosie uiteindelijk plaatsvond. Ja, klopt. Ik ging vanochtend mijn kinderen naar school brengen. En op de terugweg dacht ik ga even langs de Plus supermarkt op de Van Weerde Poelmanstraat om te kijken of er ANP-foto's van mij in het Algemeen Dagblad staan. En ik sta bij de kassa en ik ben mijn code aan het intoetsen. En een enorme explosie. En toen heel even niks. En toen kreeg ik een plafond op mijn hoofd. En de cassière helemaal uit haar huisje aan huilen. En zat op de grond. En ik dacht maar één ding. Ik moet naar mijn auto. Ik moet mijn camera's pakken en ik moet hier aan het werk. Schoot je meteen in de werkmodus? Ja. Waar andere mensen misschien eerst denken van wat is er in hemelsnaam aan de hand? Ja, direct. Ik denk omdat je al zoveel dingen gezien hebt dat je dan makkelijker, sneller schakelt. Had je door hoe erg het was? Was die knal bijvoorbeeld harder dan iets wat je ooit hebt gehoord? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik realiseerde me toen ik naar buiten keek hoe erg het was. Het leek wel een oorlogsgebied. Kun je eens uitleggen wat je zag? Wat zag je meteen toen je buiten kwam? Overal puin en gordijnen hingen in de bomen met gordijnrails en al. En auto's kapot, ruiten kapot. Puien eruit geslagen. Rekken van de balustrades hingen helemaal scheef. Mensen op straat? Werd er geschreeuwd? Mensen op straat. Het was rustig. Het was meer geschrokken en verbazing. En ja, het was een hele bizarre situatie. Maar je zei, er viel een stuk van het plafond in die supermarkt op je hoofd. Ja. Ben je niet gewond geraakt dan? Ja, je geen gelijk werken? Maar ik heb een bult op mijn hoofd. Maar goed, daar ben je helemaal niet mee bezig. Het is gewoon, je wil meteen dat nieuws verslaan. Zag je meteen wat er aan de hand was? Je hoort explosie, je ziet overal glas. Maar we zagen nu, in de wijde omtrek lag glas. Ja. 200 meter verderop zelfs. Wist je meteen waar het was? Nee, want ik kon de supermarkt niet uit. De voordeur blokkeerde. Toen hebben ze me achteruit gelaten. En toen kwam ik aan de voorkant weer uit. En toen zag ik in één keer dat er een heel blok was weggeslagen. Ja, dan denk je wel, nou, dit is wel heel heftig, ja. Laten we eens kijken dan hoe die situatie er nu voor staat. In Heerlen staat al de hele dag onze verslaggever Niels Rompen. Niels, wat gebeurt er op dit moment nog in de Van Weerde Poelmanstraat? Is het daar nog een drukte van belang, al zeker als het gaat om toeschouwers? Maar het zijn vooral opruimwerkzaamheden, begrijp ik? Ja, op de achtergrond kunnen we het ook zien. Er wordt heel druk gewerkt al de hele dag hier in Heerlen. En ook de hele dag zijn er al toeschouwers. Want ja, het is natuurlijk wel het gesprek van de dag hier in de wijk. Maar de omgeving is dus ook al de hele dag afgezet. De toeschouwers worden op afstand gehouden. En alleen werkmensen en de pers mag een beetje door. Maar de werkmensen mogen wel echt door. Ja, Niels, ik kan me voorstellen als daar mensen staan te kijken dat er ook driftig wordt gespeculeerd over de oorzaak. Wat heb je een beetje gehoord daar? Ja, kijk, iedereen denkt natuurlijk dat het gaat om een gasexplosie en dat de busjes van Inexis hier dan de hele dag rondrijden, dat helpt ook niet echt mee. Ik heb het ook gevraagd aan Leo Ummelen van de brandweer. Hij zei tegen mij, ja, we houden het even op explosie en hoe precies, dat weten we nog niet. Maar ja, iedereen denkt hier, een gasexplosie en hoe die precies tot stand is gekomen, ja, dat weet nog niemand. Ja, is het op dit moment, zo net hebben we gehoord, dat er uiteindelijk maar één zwaar gewonnen was, dat die persoon zelfs teruggaat, is dat niet wat dat betreft ook een hoop opluchting in Heerlen? Het is wonder boven wonder. Nou ja. Ja, je zou het echt een wonder kunnen noemen. Deze man was op dat moment aan het werk voor het pand. Zijn flexie heeft er de hele dag nog gestaan. Hij was bezig om de straat te maken en hij is dan zwaar gewond naar het ziekenhuis gevoerd. En voor de rest waren er geen mensen. De winkels waren dicht. Het is maandagochtend 8:10. Ja, we kunnen echt van een wonder spreken dat er niet meer dan 3 gewonden, zo voor zover nu bekend, niet meer dan 3 gewonden zijn gevallen. Ja, dankjewel Niels. Komen we straks nog even bij je terug. Marcel, dit is weliswaar een groot wonder als je nu hoort dat zelfs de zwaargewonde persoon, van wie aanvankelijk werd gedacht, die gaat in het ziekenhuis, is hier naartoe gebracht. Dat ziet er slecht uit. Ook al morgen naar huis kan. Ja, het was bizar dat er maar zo weinig mensen op straat waren. Het was heel rustig. Het was 's ochtends om iets naar achter. En normaal is het daar rond die tijd een stuk drukker, lijkt wel. Ja.
in die zin een groot geluk. Ja. Zoals gezegd, wonder boven wonder. Op het moment dat jij meteen aan de slag gaat, kan me voorstellen dat je nog zelfs denkt, dit kan juist een hele ernstige situatie worden. Het is al ernstig, maar dus het gaat om materiële schade. Maar fysieke schade en fysiek letsel, dat is hier nog erg beperkt gebleven. Ja, gelukkig wel. Ik zag één gewonde man op de grond liggen met een boel hulpverlening eromheen. En het leggen we dan van afstandje netjes vast. En voor de rest zorg je dat je heel snel je beelden hebt, want nu kun je er nog bij. Een kwartier later is alles afgezet en kom je er helemaal niet meer bij. Maar had je niet gedacht meer aan te treffen daar? Want we zijn later ook nog speurhonden gaan kijken. Ja. Onder al dat puin, of daar niet nog meer slachtoffers lagen? Ja, dat... Nee, dat is... Ben je daar helemaal niet meer bezig? Alleen... Nee, ja, je bent bezig met iedereen belt en snelheid en snelle beelden en internet. Daar ben je niet mee bezig. Je zit helemaal in de werkmodus. Ja, snelheid. Als je in werkmodus zit, komt er überhaupt nog eens op die denkt van, ik moet eigenlijk hier gaan helpen, assisteren, want je bent als eerste daar. De hulpdiensten waren er nog niet eens, zeer waarschijnlijk, toen jij al aan het werk was. Nee, maar er waren toch wel snel mensen op straat die hulp verleenden. Ja. Ja. En dan denk je eigenlijk van, vanaf nu ben ik gewoon aan het werk. Ja, ja. Je telefoneert Zeker. En je belt redacties op en je zegt, ik heb hier een groot verhaal. Ja. Ga er maar vanuit dat je dit wil hebben. Want je staat s'ochtends op en je denkt, het wordt een rustige week. En denk word je geconfronteerd met het nieuws dat echt rauw op je dak valt. Zondag op zijn goldrace gedaan, een lange dag gehad. En het was maandagochtend. Ik denk, haal een krantje, ik zet een kopje koffie en we gaan aan de week beginnen. Nou, die begon wel heel apart. Ja. Ja. Even terug dan naar Niels Rompen en Heerlen. Niels, wij weten dat 53 mensen voorlopig althans niet terug naar hun huis kunnen. Heb jij die mensen die niet meer naar huis kunnen ook al daar gesproken? En hoe wordt daar dan gereageerd? Ik heb die mensen nog niet gesproken. Dat nieuws is echt net vers. Dus die heb ik nog niet voor de kamer gehad. Maar ik heb wel eerder vandaag in de wijk mensen gesproken. Ja, iedereen is er gewoon geschokt van dat dit zomaar kan gebeuren. Ja, totaal onverwacht. Zijn er veel mensen daar nog, Niels? Want vanmorgen natuurlijk een drukte van je welste. Al die omwonenden die kwamen kijken wat er aan de hand was. Hoe is dat gedurende de dag verder gegaan? Ja, eigenlijk de hele dag komen mensen kijken, want iedereen is toch benieuwd, hoe ziet dat dan precies uit? Want iedereen denkt, het zal mij ook gewoon kunnen overkomen. Het is gewoon een rustige woonwijk. Daarom hebben ze ook nog steeds de omgeving afgezet om eigenlijk de toeschouwers op afstand te houden. Ja, intussen wordt er druk gewerkt daar achter jou. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Ja, we zien bouwvakkers, we zien mensen van de gasleiding, die rijden nu net weg. Glashandel, de glashandel is al de hele dag bezig. Vanaf 10 uur vanochtend zijn die begonnen met ramen meten en nieuwe ramen plaatsen. Want je moet je voorstellen, in een straal van 200 meter rondom de explosie waren alle ramen aan diggelen. Dus die ramen zijn helemaal vervangen vandaag. En de bouwvakkers hebben net ook nog een lamp neergezet. En zij zeiden mij, we denken wel dat het nachtwerk gaat worden hier. De heer Wekers, waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. Meneer Wekers, we weten in ieder geval dat de slachtoffer, het voornaamste slachtoffer, zwaar gewond, morgen weer terug naar huis kan. Wonder boven wonder, mag je ook zeggen in dit geval? Ja, zeker. We zijn hier in Heerlen door het oog van de naald gekropen. En ik heb al met een aantal bewoners gezegd van er zit wel een engelbewaarder op onze schouder. Naar verwachting mag het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht vandaag morgen naar huis. Dus dat is een hele opluchting. En de twee andere slachtoffers die zijn behandeld door de huisarts. Dus daarmee is het, lijkt het persoonlijk letsel mee te vallen. En als je de ravage hebt gezien hier in Heerlen, de impact die het heeft gehad op een aantal flatgebouwen en heel wat woningen in een straat, dan zeg je het is echt mag echt een wonder heten. Dat het beperkt is tot materiële schade, zij het zeer forse materiële schade. Juist, want als je zeer forse materiële schade hebt en soms je woning voor een deel is weggevaagd, je kunt voorlopig niet terug. Wat kunt u als gemeente in dit geval doen dan? Nou, in elk geval een aantal zaken goed begeleiden. Bewoners op hun gemak proberen te stellen. En wat we in elk geval hebben gedaan vandaag een paar keer goed met de bewoners gesproken. Samen met de hulpdiensten en ook samen met Wonen Zuid, de woningbouwcorporatie. En het team Solvage dat namens de verzekeraars in actie is gekomen. En wat we kunnen doen voor de bewoners is de mensen die vanavond niet kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Die worden vanavond wel samen met politie en brandweer in de gelegenheid gesteld om even wat spulletjes voor de komende nacht, voor de komende paar dagen uit huis te halen.
En mensen die vanavond niet in hun eigen omgeving met familie of met vrienden onderdak weten te organiseren. Daar wordt voor slaapplek gezorgd in het verzorgingshuis hier in de buurt. Ja. Daarnaast is het zo dat... Ja, maar ik wilde even onderbreken. Sorry daarvoor. Dat gaat met een satellietverbinding. Er zit altijd wat vertraging tussen. Dus wordt het een wat vervelend gesprek op die manier. Maar de vraag is die ik je wilde stellen. Als het gaat over de schade, dan gaat het ook vaak over het Zwarte Pieten. Hoe heeft dit nu feitelijk kunnen gebeuren? Gasexplosie wordt dan natuurlijk snel genoemd. Kunt u dat nu bevestigen? Nee, dat kan ik nog niet bevestigen. Het enige wat ik kan bevestigen is dat er een explosie heeft plaatsgevonden van enorme omvang. En het is nu aan de recherche en aan het Openbaar Ministerie om dat nader te onderzoeken. Alleen vandaag zijn zij nog niet op het plaatsdelict kunnen komen vanwege instortingsgevaar. Dus de politie samen met het OM, die zullen zorgen dat hier de zaak goed wordt uitgezocht. Want natuurlijk moeten zij kijken, is er sprake van verwijtbaarheid, is er sprake van schuld. Maar daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. En nog één vraag daarover dan. Kunt u wel bevestigen dat er werkzaamheden plaatsvonden in dat appartementencomplex, waardoor ook juist dat verhaal gestaafd zou worden dat het om een gasexplosie zou gaan? Dat kan ik op dit moment niet bevestigen. Oké, dank u wel voor nu Frans Wekers.